mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Gaukorps. Vandaag spelen we Clash Royale. Laat vast een like achter en ben je echt niet abonneerd op mijn kanaal, abonneer zeker op mijn kanaal voor meer Clash Royale. Maar jongens, we gaan weer Clash Royale spelen. Er komen nieuwe video's aan, andere spellen dus, na mijn tentamens. En vrijdag is mijn laatste tentamen. Ik heb gisteren en eergisteren niet geüpload omdat ik echt heel erg moest leren voor accounting. Ik had gewoon echt geen tijd om een video te maken. Nu dus wel weer, dus we gewoon lekker weer een videootje vandaag. En ik heb er heel veel zin in, want we gaan pushen naar mijn nieuwe season highest. Als het gaat lukken. We gaan 4 potjes spelen deze video. En we gaan gewoon even kijken of we daarmee kunnen winnen. Of in die potjes kunnen winnen. En kijken of we een nieuwe season highest kunnen neerzetten in deze video. Ik heb hier nog heel veel zin in. Wij gaan het gewoon lekker zien. Ik zit op mijn account. En we gaan even kijken hoe we het allemaal gaan doen. Want mijn season highest is 5218. En ik sta nu op 5149. En ik heb nu dit deck. En mijn levels zijn wel heel hoog. Maar het is zo vervelend dat ik nog niet level 13 ben. Ik heb daar echt wel last van. Dat scheelt volgens mij iets van 500 levens op je kroontoren. Kroontoren en prinsestorens bedoel ik. Prinsestorens. De prinsestorens doen minder damage. Dus het scheelt echt wel heel veel. Zeker als je dat vergelijkt. Wat ik heel vaak gewoon verlies op een paar honderd health. En dan zou ik dan niet hebben verloren natuurlijk. Als ik een level 13 was. Dus dat is wel jammer. Maar we gaan even kijken of we alsnog kunnen winnen mee. Let's go. Battle. 3, 2, 1. En start. Ja, daar gaat hij gelijk. Oh, hey, dat is grappig. Hoe komt er iemand die uit een Holland clan? Hij moet wel Nederlands zijn. Hoe heet hij nou? Annie Snor. Annie Snor. Nou, ik denk dat hij... misschien... Ja, ik heb hem waarschijnlijk niet. Maar hij ziet wel Dutch Corps. Hij denkt ook Dutch, Nederlands. Good luck. Good luck. En is natuurlijk wel de beste clan van Nederland. Misschien kent hij me wel. Of de clan wel. We gaan even kijken. Doen dit even in de back. Mega Man. Dan denk ik vaak aan Giant Beatdown deck. En daar wil ik eigenlijk niet tegen. Dit ga ik loggen. Want ik denk niet dat hij een barrel heeft. Ik denk niet dat hij een barrel heeft. Doen we even de musketier hier zo voor die Mega Man. Hoppatee. Choppen we de Mega Man van hem dood. En het is een Golem deck. Nee. Nee, 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 nee. Oh, Golem vind ik helemaal niet leuk. Gelukkig heeft de toren... kan de toren niet schieten op mijn musketier. Mijn musketier gaat heel gauw dood. Hierdoor. Oké, dan doen we even snel de Skellis. En dan doen we Skellis en dan doen we de Hokwaarder via deze kant. Zodat hij niet zijn Golem kan supporten. Want dat is ook niet wat wij willen. Dat is zeker niet wat wij willen. We doen gelukkig wat damage met de... wat wil ik nou zeggen? Met de Hog Rider. En we gaan eventjes kijken of we de musketier hier kunnen droppen. Zo. Want ik ga dit niet loggen. Want ik wil die log bewaren voor de Goblin Gang. Dan kan ik dit pre-loggen. Maar ik durf het toch net niet aan. Ik wacht nog heel even. Ik wil heel even zijn hele deck zien. Gaat hij uit? Waarschijnlijk Goblin Gang. Nou, nee. Oké. Ga ik dit even vierballen. Zo. Omdat we anders toch niks anders hebben. Ik hoop niet dat hij nu genoeg elixir heeft om een Golem hiervoor te zetten. Dan heeft hij wel. Oké. Nu wordt het wel eventjes een beetje pittig. Ik ga eventjes in ieder geval die Mega Man weglokken. En dan doen we deze 3 bets alsjeblieft allemaal. Ja, allemaal daarmee. Top. Dan doen we eventjes dit zo. En dan ga ik voor de rest dit laten gaan. Hopelijk ontploft de Golem niet bij onze toren. Maar ik kan het niet loggen, want ik moet mijn log bewaren voor. Daar is die, de Goblin Gang. En de Goblin Gang hebben we. Toppie, hebben we dit prima verdedigd. Hebben we dit echt wel prima verdedigd. En ga ik nu de Hog Rider hiervoor droppen. En dan hopelijk, hopelijk. Hij komt gewoon met zijn Tombstone nu. Daar is die. En dan, ga ik dit vierballen snel. Vierbal. Op het T doen we 1 hit met de Hog Rider. Boom. En dan moet hij ook nog 2 hits met de Hog Rider zelfs. Dat is helemaal mooi. En we hoeven deze Mega Man niet eens te verdedigen. Want mijn musketier pakt de Mega Man. Gaan we nu de druk proberen hoog te houden. Daar is wel zijn Golem. Dan doen wij eventjes... dit en doen we toch eventjes zo. Gewoon puur om even die druk hoog te houden. Zo doen we de cannon hier. Oké, mooi. Dan komt hij met die bats daar. Dan wacht ik eventjes. En doe ik of de Ice Golem of de log. Ik weet niet wat hij gaat doen namelijk. Oké, dan doe ik even de Ice Golem zo. Doen we eventjes. Oh. Dat was niet de bedoeling. Dan hebben we nu eventjes... Dan moeten we dit loggen. Ik weet dat dat een risico is. Maar ja, we kunnen even niet anders. Dan hebben we nog een musketier hierbij. Dan gaat hij nu 100% zeker. Ja, daar is dat. En dan moet ik nu eventjes dit vuurballen. Moet ik dit precies goed vuurballen. Anders is het klaar. Het is... Nou, ik mis één... goblintje. Dat is niet zo best. Daar is de volgende. Dan ga ik dit nu zo doen. Dan ga ik dit loggen. En dan gaan we dit... Oh, dan heeft hij nog een tombstone. Natuurlijk heeft hij nog een tombstone. Maar hij misplaced de tombstone. Dat is GG. Dat is GG. Oh, daar heb ik daar geluk mee dat hij de tombstone misplayde. Anders had hij dit waarschijnlijk gewonnen. Al wel, ik was zelf een kanon had kunnen doen. Hij speelde zeker niet slecht, onze grote Nederlandse vriend. Maar we hebben hem wel gewoon kunnen pakken. Dat is mooi. Nog 3 potjes te gaan aan deze video. We komen nu tegen iemand uit een Legendary League. En hopelijk winnen we deze weer. En als we deze winnen, hij heeft namelijk meer cups dan wij. Dan gaat dat echt ons heel erg helpen. Volgens mij zitten we dan al...
op 2500. En hoeven we nog maar één potje te winnen voor onze season highest. Doen we even de musketeer in de back. Het is wel echt met dit deck heel erg concentreren. Dus als mijn commentaar qua video's iets minder goed is, dan moet je dit maar mee leven. En ook accepteren. Want het is best wel moeilijk om hiermee te concentreren. Ah nee, zit op de toren. Mortier. Mortier was wel heel lang bezig, zeg. Die Mortier was echt een half jaar bezig met één schot. In ieder geval kunnen we nu wel die Mortier killen. En heeft hij alsnog een shot gedaan op onze toren. Dus dat is niet al te best. Ga ik even kijken of ik snel skellies kan doen. Ja, toppie. Mooi. En dan is mijn Mortier nog volledig levend. Wel is een Rockrider. Een Mortier Tesla deck wel heel moeilijk om van te winnen met mijn deck. Wat ik denk ik ga doen is Rockriders pushes hoog houden. En dan gewoon stoppen met de Mortier met een Ice Golem in het midden en een Musketeer hoog. Ik denk dat het enige is wat we kunnen doen. Want een kanon hoog gaat ook niet werken. Oh ja, ik hoor nu al de boor op achtergrond. En we hebben een boor hier. Dat is even een Rocket. Nou, dat is ook weer een Rockrider counter. Ja, heel lekker. Dit is ook niet zo chill natuurlijk. Dan doe ik een Musketeer hier zo. Oh, dat is Skelly's verwacht. Oké, top. Dat hij dat deed. Doen we dit eventjes erbij. Doen we dit. En dan hebben we in ieder geval iets van een push. Maar dat doet hij waarschijnlijk ook een Knight of Arrows. Blijven nu wel de druk hoog houden. Ik weet dat hij nu en een Mortier en een Tesla heeft. Hij heeft echt wel wat Hookrider counters ook. Daar is de Tesla en hebben we helemaal niks aan die Ice Golem. Ik moet ook eigenlijk niet die Ice Golem gebruiken op offense. Want we hebben er gewoon heel weinig aan. Ja, top. Ga ik even kijken. Oké, dan ga ik dit loggen. Zo, doen we even een Icebird in het midden. Ja, dat is net op tijd. En nog even wat Skellies. Nee, die is niet op tijd. Icebird is niet op tijd. Nou, dat is weer een hit. En dan zie je maar dat dit best wel lastig gaat worden. Hij heeft een Rocket ook. Dus we gaan nooit meer een Rockrider Ice Golem combo doen. Die gaan we gewoon niet meer droppen. Daar is weer zijn Rocket. Dat is namelijk twee. Daar hebben we twee elixir winst gemaakt. Doen we even de Musketeer hier zo. Dan doen we de Ice Golem hier. Dan doen we dit hier. En dan gaan we weer via de andere kant. Want dan hebben we weer een hoogwaardertje. Dan heeft hij nu natuurlijk wel de Tesla. Die 100% zeker ook gewoon een cycle heeft. Daarom ga ik dit nu vuurballen. En dan pakken we de Archers mee en de Tesla. Dat is helemaal mooi. Eén hoogwaardertje. En we hebben de Tesla binnen. En dan gaan we snel. Oh, dan moeten we snel Ice Golem hier doen. Want ik had niet verwacht dat hij zou komen met zijn Ice Golem. Of met zijn Ice Golem. Met zijn Bats. Dat had ik niet verwacht. Dus we moeten dit even loggen. En gaan we gelijk door met onze Hogwider. We gaan gelijk door met onze Hogwider. Dat is de enige manier om dit te winnen. Is die druk extreem hoog te houden. En we kunnen ook niks anders doen dan de druk extreem hoog houden. Doe ik even de Musketeer hier voor die. Oeh, dan gaat die Rocket. Dat is echt niet wat ik wil. Dat is echt totaal niet wat ik wil. Nou, dan gaan we gewoon via deze kant. Snel. Musketeertje hoog voor dit. Of een Tesla, wat het ook was. Wat het ook zou mogen zijn. Zo, let's go. Eigenlijk helemaal niet let's go. Want hij kan ons straks er gewoon uitrokken. Heeft hij heel mooi gezien dat dat een optie is. Heeft hij zeer goed gezien. Gaan we nu even snel cyclen. Hoppatee. Dan mag ik geen enkel hitje meer van een Archer. Van iets accepteren op mijn toren. Want anders kan hij me er nog makkelijker uit cyclen. En dan heb ik nu al eventjes dit verkeerd gedaan. Gaan we een Icebird erbij doen. Hopelijk is dat ernaast. Ja, top. Nee, helemaal niet top. Ice Golem, zo. Ja, Musketeer hier hoog. Ja, top. We mogen hem niet meer laten rocket cyclen. Jongens. Dat is een beetje het dingetje dat we hem niet mogen laten doen. 2 minuten lang. Want winnen gaat hem denk ik niet worden. Het is nu echt overleven. Ja, daar is. Dan kom ik nu net met mijn kanon. Dat is precies niet wat ik wil. We gaan snel. Verwacht ik een log. Gaan we de skeletjes hier doen. Hopelijk voor die dingen. Nee, dan gaan we dit eventjes Ice Spiriten. Nee. Hogwider er wel doorheen. Maar dan heeft hij nu alweer de Tesla. En nog 2 rockets. En wat ik nu ga doen is proberen hem die rockets niet te geven. Snel. En dan kan hij dit wel mooi rocketen als hij slim is. Gaat hij dat doen? Dat is de vraag. Ik ga dit. Ah nee, dan mis ik de toren. Dit soort dingen mag ik niet fout doen, jongens. Dit soort dingen mag ik niet fout doen in zulke potjes. Daar is de volgende rocket. En dan hoef je nog maar 1 rocket te doen. En waarom? Hoe in de wereld hebben we dit nou kunnen verliezen? In de zin van, hoe kunnen we hem steeds laten rocketen? Hoe hebben we dat steeds kunnen permitteren? We doen dit er nog bij. Dan heb ik nu weer een musketeer. Die ik gelijk weer hoog ga doen. Gelijk weer een musketeer hoog. Gelijk weer een Ice Golem hoog.
Gelijk weer een Hogwider hoog. En daar is de volgende Rocket. Ik had hem al aan. Ik voelde hem al aankomen. Heeft hij heel goed gezien dat het een optie was? Heb ik niet genoeg druk gezet? Ik weet het niet. We hebben echt voor mijn gevoel continu druk lopen zetten. Ik had misschien iets meer predictive fireballs moeten gooien. Nou ja, nu moeten we nog 2 potjes op rij winnen. Willen we een nieuwe season highest halen, volgens mij. Oh, jongens. Nou, nog 2 potjes in ieder geval. We gaan even kijken. We doen even de discase in de back. Wat gaan we doen? Ice Golem. Musketier op 10 gooien we. En dan gaan we de Hogwider deze kant op doen. Zo. En dan is dit het wel eventjes voor nu. Dan doen we een Cannon hierop. Als hij een Lightning heeft, zou het niet fijn zijn. Heeft hij niet, top. Dan doen we een Ice Spirit op die, op die minions. Helemaal nice. Dan doen we een Ice Golem hierop. Waarom? Omdat die bomber anders onze musketier killt. En dat is niet wat wij willen hebben. Mooi musketier nog levend. Dan wachten we nog eventjes. Want we hebben nu in principe nog... Oeh, kijk, daar is een vuurbal. Level 13 vuurbal kan je zien. Omdat de musketier nog 1 streepje heeft. Dan twijfel ik even wat ik wil doen. Ik denk even als deze dood is, ga ik even een hoge musketier droppen. Zo. En dan gaan we nu met een Hogwider komen. Zo. Dan killt die musketier als het goed is de... Nee, die kan helemaal niet de goblin uit, want hij heeft opeens een minion hoort. Dan kunnen we die minion hoort wel heel lekker lokken hierheen. Doen we een ijsbeurtje hierop en doen we eventjes dit hier snel op. Zo. Dan moet ik dit loggen. Een lelijke log, maar dat moet, want anders doet die speerkobold te veel damage. En die Ice Golem laat ik even gaan, want we hebben nu minder elixir dan hem. Dus het is nu niet slim om nog over te committen en dan helemaal geen elixir te hebben. Dus dat doen we dus ook gewoon helemaal niet. Dan ga ik dit wel heel makkelijk vuurballen, want hij heeft net zijn Minord gedropt. Dus zijn Minord is geen gevaar meer. Dan komt hij nu met een Giant hoog. Nee, doet hij niet. Oké. Okay. Moet ik wel eventjes oppassen. Moet ik wel even voor zorgen dat dat die speerkobolden niet hitten, want we willen natuurlijk geen chip damage. Zo, dan is dit een prima golem van hem. Prima giant van hem. Dan gaan we kijken of alle... Nee, we missen weer eentje. Dan moet ik dit vuurballen en dan zitten we nu wel echt in de problemen. Want ik moest dit vuurballen. Dan had ik eigenlijk ook die miner moeten loggen. Maar dat gaat niet meer lukken. Oh nee. We zitten nu in de problemen. We zitten nu zwaar in de problemen. Ja, ik moet ook gewoon veel meer die druk via de andere kant zetten. Komt hij nu met Minord op mijn Hogwider. Kijk, dit soort mensen zijn wel makkelijk te voor... spellen, wou ik zeggen. Ja, daar is die had gewoon echt geen elixir. Deze gasten zijn best wel makkelijk te voorspellen. Het enige jammer is dat, ja, je kan het wel leuk gaan voorspellen en alles, maar dan moet je alsnog wel de elixir hebben en de kaarten hebben om het te stoppen. Dit gaan we wel even mooi vuurballen. Dit is een prima vuurbal. Dit is helemaal een prima vuurbal. Dan doen we dit eigenlijk best wel prima. Ik kan dan net niet eventjes dit... Ah, ja, ik kan een Ice Golem kunnen droppen, jongens. Ik had het kunnen doen. Komt hij weer met dit. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik kan het niet meer winnen. Ik vind het soms zo lastig. Hogwider 2.6. Er is gewoon zo weinig defenses. Heb je gewoon. Dit kan ik niet eens duurder dan dit. En een beetje skellies gaan doen. Anders heb ik helemaal geen elixir meer voor de push van die giant. Dan vuurballen we dit eventjes. Zo had ik eigenlijk nog eventjes moeten wachten. Omdat hij anders nog een speerkobold daarachter heeft. En dan hebben we dit nu al verloren. Ja, we hebben dit gewoon verloren. Was gewoon een betere speler. Konden we weinig aan doen. Betere speler weet ik niet. Maar dat deck is gewoon niet te doen. Ik vind die giant hier. Ik kan het ook laten zien in mijn log. In mijn battle log. Hier, giant decks. Waar ik dus meestal van verlies. Dit was dus niet een video. Zijn giant decks. Hier zie je 2 giant decks op de rij. Nu weer een giant deck. Ik vind die giants gewoon te OP in deze meta. En ik hoop ook zo verschrikkelijk erg dat, dat ze genervd worden in de volgende balance change. Ik vrees van niet, maar ik denk het... Nou, ik vrees van niet, maar ik hoop natuurlijk wel gewoon. Want ik vind die giants gewoon op dit moment echt te OP. Golems zijn nog wel te doen. Die zijn ook wel vervelend, maar dat is in principe niet per se niet heel OP. Maar die giants zijn wel heel erg OP op dit moment in de meta. Iedereen speelt er ook gewoon mee. Dus ik hoop echt dat ze dat gaan nerven in de komende balance change. En die komen aan het eind van het seizoen. Dus ik hoop dat heel erg, want ik speel zelf geen Giant en ik heb zelf het meeste moeite tegen Giant. Ik denk als Giant ook genervd wordt, dat mijn Hogwider Cycle Deck echt een stuk beter gaat worden. Nu ben ik benieuwd, heeft hij een Golem, heeft hij 3 musketeers? Waarschijnlijk een Golem, want een Night Witch. Dan gaan we kijken of we die Golem niet kunnen uitlokken door middel van gewoon een Hogwider via de andere kant. Dat is een goedkoop defensje van hem. En dan zit ik nu even te twijfelen. Ik denk dat ik dan...
wou zeggen, ik wil een Ice Golem links doen, maar toen zag ik die push daar links. Toen dacht ik, nee, daar wil ik geen Ice Golem doen. Ik moet de Ice Golem voor de musketeer doen. Had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik had de skeletons voor de musketeer moeten doen. En gewoon wel een Ice Golem op defense bij die baby draak. Gelukkig doen we wel 2 hits met de musketeer. En trekken we het een beetje even. Hij had natuurlijk gewoon een level 13 King Toren. Wat betekent dat hij dus ook gewoon... Let op. Ik heb trouwens een heel mooi idee. Wat ook gewoon betekent, let op. 100 miljoen % verdedigt hij nu met de Goblin Gang. Ja, oh nee, doet hij naar zijkant. Heel slim, want dan mis ik 1 goblin. En dat scheelt hem wel een hitje of 2. Oeh, doe maar 1 hit. Heb ik zo'n mooie prediction en dan nog maar 1 hit. Dit laat ik natuurlijk gewoon volledig gaan. Hij heeft dus een golem deckie. En een golem deckie ben ik zeker niet blij mee. Oh jongens, hoe gaan we dit ooit winnen? Want ik kan nu even niet de druk zetten. En 3, 2, golem time. Ik denk dat ik musketeers ga cyclen. Wel gaan we natuurlijk gelijk zo en zo doen. Hokwaaitje via deze kant. Mooi, en dan doet hij een lumberjack. Dat is op zich wel chill, want dan kan ik nu mijn kanon hier doen. Doe ik de Ice Golem hier. En dan lok ik die lumberjack de andere kant op. Zo, kijk maar aan. Ja, top. Doen we deze musketier eventjes hier. Dan gaan we dit vuurballen. Ik ben eventjes in de war, jongens. Wat moet ik hier nou tegen doen? Een kloonspel. Wie gebruikt er nou een kloonspel? En het werkt verdomme ook nog. Wat ik nu wel... Nee, ik moet nu op defense. Anders... hij zet heel lekker de druk hoog. Hij zet die druk echt verschrikkelijk goed hoog. Dit moet ik vuurballen. Anders zijn we hier... Wat is dit? Ik ben nog nooit zo verrast in een potje. Wat de hel gewoon. Nou ja, echt heel erg weer gezakt. We hebben er gewoon 3 verloren en 1 gewonnen, maar... kwam ook echt omdat we op counterdecks tegenkomen. Oh, ik krijg er hoofdpijn van. Maar jongens, ik hoop nog een leuke video. Ik ben echt nog nooit zo verrast in een potje. Ik hoop nog een leuke video. Zien we in de volgende video. En tot dan, mensen.